Deze hele maand december upload ik 2 video's per dag voor jullie. Het enige wat ik daarvoor wil terugvragen is, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. Namelijk, mijn doel voor dit jaar is de 450.000 abonnees. En we zijn er bijna. Vandaag, dames en heren, gaan we kijken naar Among Us TikToks. Oké, ze hebben dus heel dit nummer nagemaakt met dus TikTok, of met TikTok met Among Us namen. Dit is echt geniaal. Amimoe, Amimoe in de jungle. Ik weet niet of dit copyright krijgt, maar ja, dan verdien ik maar geen geld op deze video. Boeien, Ruud. Het is gewoon een heel hilarisch filmpje. Jungle. En dat Mo ook zo in de achtergrond. Ah, oh, dit is geniaal. Dit is echt geniaal, dames en heren. Ook al die Amimoe-app, die zo rondjes lopen. Oh, oh, oh. Dit zijn dus de Among Us TikToks, dames en heren. Jazeker. Laten we gelijk doorgaan naar de volgende. Wat is dit nou weer? Oh my god. Dit is dus een of andere cult of zo. Ze hebben dus allemaal een heksenhoed opgezet. En ze lopen om hun lichaam heen. En dadelijk gaat dit natuurlijk iemand zien. En dat is super creepy. Stel je voor, je ziet dit opeens in Among Us. Dat is echt heel erg creepy. Gaat iemand ze betrappen? Ik ben benieuwd. Gaat er iemand komen nog? Nee, er gaat niemand komen. Maar oké. Stel je voor, je bent in een potje Among Us. En opeens zie je zeg maar dit. Dan denk je ook echt van, what the fuck gebeurt hier? Oké, we zijn bij de volgende aangekomen. En dit is dus volgens mij Among Us in het echt. Oh mijn god, dit is zo cool. What the fuck? Ze doen dus ook allemaal, what the fuck? Dit is gewoon letterlijk de lobby in Among Us. Bro, dit is echt, wow, dit was echt even heel cool. Oké, gaan ze nu het potje in? There is one imposter Among Us. Gaan ze dat ook nog eens letterlijk doen? Oh nee, helaas. Maar dit was dus gewoon Among Us in het echt. Wacht, even opnieuw hoor. Bro, kijk dan hoe cool dit is gemaakt. What the fuck? Oké, dit is wel echt heel erg dope. Oké, de volgende TikTok is een card swipe TikTok. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, dat is dus de imposter, denk ik. Oh, hij gaat helemaal in de stress. Sophie. Oh mijn god. Dit is altijd bij de swipe. Oh, ja. Hij is de lul, hij is de lul. Oké, ja, deze is leuk. Deze is leuk. Hij gaat ook maar gewoon door. Kan hij nog wegrennen? Oh, shit. Dat Among Us in het echte leven is sowieso echt heel erg vet gedaan. What the fuck. Bro, dit vind ik zo dikke filmpjes. TikToks van Among Us zijn echt top. Gewoon echt top. Oké, wat is hier aan de hand? Hij is aan het kijken. En Blauw die zit gewoon een testje doen alsof er niks aan de hand is. En opeens komt Rood eraan. Oké, die gaat hem vermoorden of niet? Die gaat hem killen, hè? Ja, daar gaat hij. Hoppa, daar gaat Blauw. Hup, rip Blauw in de comments, dames en heren. Oh, en Zwart die denkt hij is de imposter. Emergency meeting. Red kill bloed. Wat? Oké, White vraagt waar Rood was. Ja, de med. Ja. Ja, Wit zegt van... Makes sense. Wat? Maar zo gaat echt een potje Among Us. Oké, we gaan door. Oh, en dit is die ene noob. Oh, dit is die ene noob. En ja, als je dan met die ene noob speelt, dan weet je gewoon van, yo, ik ben de lul. Ik ben gewoon echt de lul. En dan kan er dus dit gebeuren. Dit is zo typisch. Dit is gewoon echt zo typisch. Oké, wat is dit? Oh, wat? Dit wordt een pizza? Huh? Dit is geen Among Us. Wat? Oké. Wat? Oh, nee. Oh, shit. Het wordt een Among Us pizza, bro. Oké, dit is wel echt heel cool. Oh, die ging heel snel. What the fuck? Ik wou nog even kijken. Ze hebben gewoon letterlijk een Among Us pizza gemaakt. Hey, shout-out naar Domino's. Ik krijg hier niet eens voor betaald, maar hun hebben deze pizza gemaakt. Domino's, als je kijkt, stuur mij ook een keer een Among Us pizza op. En dan stop ik zelfs jullie link in de beschrijving. Puur voor een Among Us pizza. Bro, 1000 euro's? Nee, dat hoef ik niet. Among Us pizza, ja, dat is wat Mick wilt. Oké, we gaan door naar de volgende. Wait for it. Ik ben benieuwd. Hup, hij doet de car. Oh, wat? Dit is gewoon een telefoon. Nee, dat meen je niet. Bro, wat staat er dan? Wat? Dit, your way not. Oh, no. Wow, dit is... Bro, dit moet ik hebben. Post tutorial tomorrow, bro.
Dit moet ik hebben. Ik ga die tutorial sowieso opzoeken. Stel je voor, je opent zo gewoon je iPhone via een task in Among Us. Dat is echt... Bro, dat is echt super cool. Like, die pizza was cool, maar als je zo deelt dat je telefoon kan openen en dat je zo de code moet intikken en als dan de code fout is, dat er ook nog staat you are not the owner of this phone. Bro, hoe moet dat... Hoe kan dat überhaupt? Like, dit is wel echt heel ziek. Post tutorial tomorrow. Hey, ik ga hem checken. Level Field. Dat is een TikTok. Waarvan de A's een 3 zijn, dan weet je. Oké, dit ziet er weer uit als een hele realistische Among Us TikTok. Oh, hij is gekild. Groen is gekild. En wit, die heeft het gezien. Die wil het... Oh, ja. Ja, dit ken je. Dit ken je zeker. Dit ken je. Iedereen die Among Us speelt heeft deze situatie wel eens meegemaakt. Dan denk je echt, fuck. En rood, die komt ook nog het wijzend eraan, want jij hebt het gedaan. Dan vind je dus een body en dan wil je hem gaan reporten. En dan komen er opeens twee andere mensen en die zien jou dan bij die body staan. En dan denk je echt van, ja, ik ben de lul. En nu wordt wit er ook nog eens uitgestemd. Ja, terwijl rood het was. Wit was niet de imposter. Nee, arme wit, arme wit. En dan staat er, white was not the imposter. En dan denkt iedereen van, hoe kan dat nou weer? Easy way to find... Oké. Een Among Us tip, dames en heren. Laten we even goed gaan opletten. Easy way to find the imposter. Oftewel, dit is een makkelijke manier om de imposter te vinden met een vriend samen. Oké, laten we gaan kijken. Dus dan win je de game altijd. Oké. Eentje heet imposter en eentje heet O. Oké, dan zoek je plek in de hoek en dan... Oké. Ik snap hem al. Dus je gaat allebei in een hoek staan. En dan ga je in elkaar staan, waardoor het dus net alsof lijkt dat er maar één iemand staat. En nu wacht je gewoon tot de imposter komt en die killt dan bij blauw en dan staat geel er ook nog. Let maar op. Ja. Oh, ja, en dan report je het gelijk en dan weet je gelijk dat groen het is. Ja, dit is wel even next level. Dit is wel echt 100 IQ. Nee, 1 miljoen IQ. Nee, 3 miljoen. Nee, 10 miljoen IQ. Het is gewoon te lastig voor mij. Ik moet gewoon door. We gaan door. Dit is te lastig. Dit is, als je dit doet in Among Us, dan ben je eigenlijk gewoon echt een tryhard. Oké, we hebben hier zo'n realistische. Wat gaat hier gebeuren? Oh, ze gaan allemaal in elkaar staan. Ja, oh ja, dit is precies hetzelfde eigenlijk, wat net zoals... Ja, als je gewoon met z'n allen in elkaar gaat staan. Ja, tenzij de imposter ook bij je staat, dan ben je wel de lul. Ja, maar als je met al je crewmates in elkaar gaat staan, dan kan je best wel makkelijk de imposter vinden. Maar ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Laten we doorgaan naar de volgende TikTok. Arm rood in ieder geval. Oké, wat is hier? Hij is een task aan doen. Oh, en hij wordt gekilled. Oh, arm blauw. Oh, dit is weer Among Us in het echte leven. Ik wil echt een keer Among Us in het echt doen. Niet dat ik daadwerkelijk mensen wil doodsteken, maar gewoon een keer het spelletje wil ik spelen. Ja, oh wacht. Ik zat er veel te erg doorheen te lullen. Wacht, deze moeten we even opnieuw kijken, want deze was best wel grappig. Blauw wordt dus gekilled. Oké, let goed op. You were right. Black's the imposter. Oh, really? Deze is zo mooi. Iedereen die Among Us speelt begrijpt dit filmpje zo erg. Dat ze de hele tijd zitten te zeggen van ja, groen is de imposter. En dat niemand je gelooft. En dan word jij vermoord te groen. En dan zit je al zo van... Oh. En dan wordt bijvoorbeeld blauw ook vermoord te groen. Die je niet geloofde. En dan zo van... Zie je wel dat groen de imposter was? Dat is echt gewoon, dat komt zo vaak voor in Among Us. Volgende TikTok. Oké. Wow. Dit is heel erg cool. Hij gaat dus alle geluiden namaken die in Among Us zitten. Let op. Dit is de eerste, de vent. Dit is de intro geluid. De roll reveal. Ja, zo kan je het ook noemen. Fixing lights. Dit is zo cool. What the fuck? Dit was zo cool. Oké. Deze man maakt gewoon Among Us geluiden in het echt. Dat is dope. Oké, volgende TikTok. Wat dit schat? Oh mijn god. Oh, dit is next level TikTok. Dit is iets te veel TikTok voor mij. Dit zijn TikTok dansjes. Dit zijn gewoon TikTok... Bro. Nee, dit kan ik niet aan. Hey, ik vind TikTok een leuk platform. Zeker voor dingen zoals fails en lachen. Maar die dansjes... No thank you. Dames en heren, we gaan het bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Dit waren dus Among Us TikToks. Wil je dit vaker zien op mijn kanaal? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. Wil je meer video's van mij zien? Klik dan op een van deze 4 video's hier. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is Mick out.